Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken loopt al een tijdje een project dat heet Prettig contact met de overheid. En de gedachte is dat als de burger bezwaar maakt tegen iets, dat je dat niet onmiddellijk in een officiële formele procedure hoeft te laten landen, maar dat je ook gewoon even kunt bellen en dat je overleg kunt voeren. En meestal blijkt dan dat het probleem op te lossen valt zonder zo'n officiële bezwaarprocedure. Dat is voor de burger aanzienlijk plezieriger en het bespaart enorm veel tijd. En dus ook geld. Uiteindelijk, als je dat overal zal invoeren. bespaar je zo'n 100 miljoen. En de vraag is. als dat nou zo werkt. zo'n dat prettige contact. waarom gaat dat dan niet vanzelf op al die plekken? Waarom gaan we dat niet in het hele land doen? Die vraag heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor het Openbaar Bestuur gesteld. Dus wij hebben ons gebogen over de vraag. als prettig contact. als dus een informele. Werkwijze tussen burger en overheid werkt, hoe krijgen we dat dan voor elkaar dat dat overal gebeurt? En het eerste wat we hebben vastgesteld is dat dat woordje prettig eigenlijk een verkeerd woordje is. Het gaat er niet om dat het leuk is of aardig of prettig, maar het gaat erom dat het passend is. Dat met andere woorden, de overheid zich zo gedraagt als de burger dat passend vindt. En passend is dat je normaal aan iemand die een klacht heeft vraagt. Waarom hebt u die klacht? Wat is hier precies aan de hand? Kunnen we uw bezwaar ook wegnemen door te overleggen? En die houding, een passende houding, daar gaat het om. Dat is niet alleen een theoretisch onderwerpje. Er is lang gestudeerd op de vraag: waarom is het zo belangrijk dat de burger passend tegemoet wordt getreden? Nou, het blijkt dat de burger beslissingen kan aanvaarden. Als hij de route naar die beslissing toe, als hij die als fatsoenlijk ervaart. Met andere woorden, de burger hoeft zijn zin niet te hebben, maar de burger wil wel fatsoenlijk behandeld worden. En fatsoenlijk betekent dat je als burger merkt dat je argumenten serieus worden genomen, dat je als het ware in je waarde wordt gelaten en dat je ook bij een verschil van mening met de overheid fatsoenlijk wordt behandeld. En toen we ons bogen over de vraag uh, waarom. Gebeurt dit nu niet in het hele land, moesten we vaststellen dat die projecten wel goed lopen, maar dat je daarmee nog geen structurele aanpak hebt. Met andere woorden, dat zo'n hele organisatie zich nog niet bezighoudt met de vraag: doen wij het op een passende manier? Heel bepalend daarbij is dat de top van de organisatie als het ware moet tekenen voor die aanpak. Dus dit is niet alleen een kwestie van de man of de vrouw in het loket of degene die bezwaren behandelt bij de overheid. Nee, hier spreekt ook de vraag, heeft de leiding van de organisatie goed voor ogen dat de hele organisatie zich in moet zetten voor dat passende contact? Als je dat doet, dus je brengt de top van de organisatie in de benen, dan merk je ook dat het weer je het goed organiseren, dat passende contact, dat je heel veel dingen moet doen. Je moet sturen als leiding van de organisatie. Je moet in de opleiding van ambtenaren dat informele contact een wezenlijke rol laten spelen. Je moet ambtenaren dus niet trainen alleen maar regeltjes toe te passen. Denken is ook niet verboden. En je moet dus als organisatie laten merken dat de mensen die dat passende beleid, dat, dat passende, die passende aanpak toepassen... Dat die ook beloond worden. Met andere woorden, in je personeelsbeleid moet je laten merken dat passend contact met de burger belangrijk is. En wie dat goed doet, moet dat ook in zijn loopbaan kunnen merken. Kort en goed, het is een belangrijk project wat nu is opgestart. Maar als je het wil laten functioneren in het hele land, moet je organisaties van boven naar beneden eh, op dat passende contact instellen. We hebben ons advies. Als titel meegegeven, hoe hoort het eigenlijk? Dat hele bekende boek van Amy Gostkamp ten Haven, 34ste druk al. En dat is niet bij toeval, want de Raad voor het Openbaar Bestuur geeft daarmee ook aan dat we dat een soort van moreel gebod vinden. Het is niet alleen eerlijker naar de burger toe, het geeft de burger niet alleen meer kansen, behandelt de burger fatsoenlijker, het is efficiënter, het levert geld op zelfs voor de overheid. Maar het allerbelangrijkste is. Het is passend. De burger mag dat van de overheid verwachten en de overheid moet zich daarop instellen.